Goedemorgen Johan. Goedemorgen, ja, goedemiddag is het ondertussen. Ja. Wat een leuk idee. Nou, Joop, bedankt. Bedankt Joop. Tof. Nou, weer even in de stuurhut van de Gibraltar. We liggen in de botlek. Nou, bakkie hang weer, Johan. Ja, top, Erik. Dat heb je heel snel gefixt, ja. Moet ik zeggen. MacGyver, hè? Hoi Erik, wat ben je nou aan het doen dan? Ja, die pijp even aanpassen. Hoor. Oh, die pijp aanpassen. Oké. Okay. Zo Erik, zit erop. Ralf ook bedankt. Thank you. Like, subscribe en watch all our videos 2 times. Goedemorgen, ik ben in de botlek. Even op zoek naar de Gibraltar. Daar ligt hij. We gaan even wat materiaal brengen. Hij ligt hier 2 breed. We hebben van de week wat reparaties verricht. Van de week hebben we een scheidingstransformator laten installeren voor de walstroom. Tegenwoordig op heel veel plekken hebben ze walaansluitingen gemaakt, zodat we stroom van de wal kunnen nemen, zodat de generator niet hoeft te draaien. Alleen de jongens die hebben kabels aan boord om dat aan te sluiten, maar die kabels die zijn echt zo dik en die wegen lood. Dus ik heb nu wat duurdere kabels gekocht bij Delta. Die kabels die zijn lichtgewicht. Dus ja, we gaan eens even kijken. Er zijn altijd wel wat andere dingetjes, maar ook even buurten bij Johan. Good morning. Oh yes, good morning. So, there we are again. Yes, again by the work. With the new things on board. Yeah, I have some surprise. Yeah, I hear. Hier hebben we wat walstroomkabels. 50 meter. Lichtgewicht. Dus ik ben benieuwd. Nou, Ralf. So, this is looking nice. So, like feather. Like feather in my hands. Ja. Yes. Deze zijn niet zo zwaar, hè? Ja, this one is very, very, very light. Heel licht, licht ja. Easily, ja. One at a time. Yes. And, yeah. Ja. So, will be something else for? Yeah, I take it. Oh. Then I slowly go surprise the ship. Oké. Okay. Net even bij de Praxis geweest, even wat dingetjes opgehaald.
Nog even wat filters gehaald bij Delta. En natuurlijk een krantje voor de jongens. Een scheepvaartkrant. Op naar de Gibraltar. Nou, ligt er mooi bij. Dus moet even aan boord kijken. Hier aan het eind van de steiger hebben ze walstroom. Daar hebben we de kabels voor gekocht, alleen dit zit helemaal voorop, dus daar heb je niet zoveel aan. Daar hebben ze niet over nagedacht bij de gemeente. Maar hier kan je met een app kan je hier de stroom aansluiten. Nou, daar ligt er mooi bij. Goedemorgen, Johan. Goedemorgen, ja, goedemiddag is het ondertussen. Ja. Ja, ik had net gezegd, die wallaansluiting die zit hier, hè? Ja, klopt. We hebben hem al gepast. Alleen die kabels zijn veel te zwaar. En deze die zijn lekker licht, hè? Deze zijn lekker licht. Ja, kijk. Ah. Ja, nee, maar. Nee, dit is lekker licht. Ja, die andere kabels moet je met twee man. Dat is nog te zwaar. Waarom? Maar dit past goed, dat is 50 meter, geloof ik. Dus ja, 2 keer 25, Johan. Oké, dat is mooi. Dat maakt 50. Ja, dat is 50 bij elkaar. Ja, nee, dat is goed. Dat, ik kan het even uitrekenen, maar. Ja. Ik zou ze wel nameten, hè, want ze komen bij Delta vandaan. Ja, dat is altijd een trick. Nee. Dat is weer een maatje. Nee, dat is, nee. Dat is een grapje. Je hebt de groeten van Joop? Nou, Joop, ja. Groeten terug. Ik hoef ze niet, ik ga ze terug. Joop zegt, doe Johan de groeten en ik heb nog een paar cadeautjes voor hem. Oh, wat leuk. Dus ja, ik heb een of andere tool meegenomen. Tool? Ja, dus je mag hem uitpakken. Dat is bijzonder. Ja, een of andere tool dingetje. Nou, hier heb je de tas. Alleen mijn vinger zit er nog in, hè? Ik dacht, ik krijg ook cadeau. Ja, ik ben nog even naar de Praxis geweest. Ja, dit zijn waterfilters, zie ik. Ja, dat zijn waterfilters voor het drinkwater. Oké, okay, dat is cool. En, dit is van jou? Ja, dat zijn pakketjes. Wat leuk. Ja. Scheepvaartkrantje heb ik meegenomen. Wat leuk. Ja, voor iedereen één. Oké. Okay. Joop zegt, geef alle bemanningsleden maar één zo'n cadeautje. Wat leuk. Oh, en hier heb je nog meer dingen. Ja, ja, dat is van de Praxis. Elektriciteit, lampen. Maar ik weet niet wat zit er in dat doosje, Johan. Ik ga eens even kijken, want ik ben wel heel nieuwsgierig. Nou ja, Delta doet elk jaar wel een leuk presentje. Ja, wat hadden we vorig jaar ook weer? Vorig jaar hadden we een waterpas. Ja. Of een rolmaat. Een waterpas, een rolmaat. Ik heb vorig jaar een rolmaat gehad, geen waterpas. Oh, dit is een... Oh, wat mooi joh. Wat is dat? Ik zie het al. Oh, kijk. Dit is heel handig voor in je auto. Wacht even. Oh, kijk joh. Oh, een tang. Een tang? Nee, er zit meer. Wacht even, kijk. Het is een soort Zwitserse kijkzaagje. Oh, een zaag. Een schroevendraaier. Een schroevendraaier. Oh, je kan nog gewoon tandarts worden. Nou, hier kun je een biertje mee openen, zeg ik. Of een cola. Ja. Dit is een kruiskop. Ja, bier drinken wij niet. Maar we thuis wel. Kijk. Is ook een opener. Ja. Oude inbus. Inbus? Waar zie jij de inbus? Ja, hier zit de inbus volgens mij. Ja? Even kijken hoor, hoe open ik dit? Nou ja, in ieder geval leuk van Joop. Hè? Ja, dankjewel Joop. Delta, bedankt. Hey, bedankt man. Kijk. Een file. Ja, ja. Dit is heel handig joh. Dit is heel mooi voor in de auto, weet je wel. Als jij iets... Als jij wat met je auto, als er iets is. Even kijken hoor. Oh ja, zo werkt dat. Kijk. Wat handig man. Nou, een tangetje. Wat een leuk idee. Nou, Joop, bedankt. Bedankt Joop. Tof. Nou, even een nieuwe lamp meegenomen. Ja. Even een nieuwe lamp. Een nieuwe lamp. Oh. Oh. Staat hier iemand... Wat allemaal wat korter, maar dat komt van de droger, hè?
Het komt van de droge. Dus in de droge groeit jouw buik. Hoezo? Is het zo dik dan? Nee hoor, Johan. Dan moet je van boven af filmen. Ja, dat zegt Diana ook altijd. Ja. Kijk hoor. Wacht even voor. Dat er niet afvliegt. Ah, oh, dat zit daar. Ja. Wat zou je dan moeten doen? Wacht even. En dan moet je er goed in houden, zeker. Ja, wacht even. Even zo. Dat is een klemmetje. Dat is een klemmetje. Oh, kijk. Wat? Ja. Ja, die doet goed, Johan. Ja, maar. Ik ken dat wel. Ja, die zit er wel in, hoor. Oh. Nou, dat heb ik weinig zin, hè? Ja. Nou. Toch zo druk, of niet? Ja. Nou. Wat zou je nu moeten doen? Draadje los. Ja, draadje los. Nou, dan gaan we maar even dat lampje hebben, zeker. Ja. Hij doet het. Nou kijk, we hebben licht. Dat was licht. Er was gewoon een draadje los. Ja. Nou ja. Ook weer probleem opgelost. Ja, dan is dat andere loopje dus goed. Ja. Nou ja, hoe simpel kan het zijn, hè? Soms zit het mee. Ik heb weer donker naar buiten, Johan. Gaat mij niet te stroef. Hallo. Hallo. Oh, lekker frikandellen. Yes, always. This is the perfect lunch. Nou, Johan, dat was één. Huh? Dat was reparatie 1. Dat was reparatie 1. Dan gaan we eerst frikandelletje eten. Ja, en dan de wasbak. Ja, die wasbak, dat komt wel goed. Nou, weer even in de stuurhut van de Gibraltar. We liggen in de botlek. En het is een beetje troosteloos weer. Maar goed. Vandaag even aan boord, even wat reparaties doen. En dan... dan gaan we weer richting Dordrecht. Ik krijg veel de vraag waarom ik niet meer vlog op de Gibraltar. Ja, we hebben de Gibraltar, wij runnen de Gibraltar vanaf thuis. We zorgen dat personeel aan boord komt. We zorgen dat, dat alles hier op rolletjes loopt. Diana doet de boekhouding thuis. Alleen ik ben even gestopt met varen. Niet gestopt met werken, maar gestopt met varen. Daar hebben we een hele goede kaptein voor. Ik heb vorig jaar 2 keer een hartinfarct gehad, dus vandaar dat we even gestopt zijn. Maar we onderhouden het schip en we komen geregeld aan boord als hij in de buurt is. Alleen doen we zelf even pas op de plaats. Maar wij zijn toch wel vaak aan boord. Alleen vaar ik zelf niet meer. Maar goed, ja, dat is met gezondheid. Maar goed, we hebben er werk genoeg aan. En we zorgen dat hier alles op rolletjes loopt. En ik doe natuurlijk de reparaties, hè, zoals altijd. En het loopt hier goed. En we zijn heel erg tevreden. Jongens zijn allemaal tevreden. Hallo Ralf. Hallo. Nou, we hebben hier een nieuwe transformator, hè Johan? Ja, nieuwe transformator. Dat is een scheidingstrafo, hè? Ja. Klopt. En ja, normaal sluit je aan op de walstroom, maar dan... ja, als de aarde in zit, dan klapt hij er gelijk uit, hè? En deze scheidt dan, zeg maar... de schakelaar hier. Oh ja, de schakelaar. Dus klapt hij eruit, dan is het eerst op de kast aan, ja, de wal. Oké. Dan zou het deze zijn en dat was in de meterkast.
Dus dit is een scheidingstransformator en als het goed is zouden we nu aan de wal de walstroom erin kunnen stoppen. Ja. En dan zijn we milieutechnisch bezig, hè? Ja, daar zijn we heel groen bezig. Ja. Groen en geel. Groen. Nou ja. Maar dat is wel, kijk op sommige plekken in Rotterdam natuurlijk, maar ja. Die niet meer liggen. Nee, dan mag je niet met de generator draaien en nu kunnen we de walstroom in België ook, hè? Ja. Dus, België is een hele grote wachtplaats bij de sluis, zeg maar. Ja. En dat is al wel handig om te gebruiken en daar mag je dus niet meer generator draaien. Nee. En de boetes zijn erg hoog. Ja, dat is logisch. Dus, Nou, dat komt dat je in de buurt van een bebouwde kom een beetje bebouwde kom legt, hè? Ja, ja. Maar ja, we zijn er klaar voor, dus we zijn groen. Ja. Alleen nog even de wasbak terughangen. Ja, precies. Dus net even bij de praxis geweest. Want we gaan de tap of gewoon een grote gat boren. Oké. Okay. Maar dan is de vraag, ik denk dat tap er toch het beste is. Ja. Want dan is de vraag, krijg je hier wel een moertje af? Oh, nou dat wel. Zou misschien met een sleuteltje willen, maar oh, dan is gaan heel we veel puil, denk ik. Oh, even kijken. Dus we gaan beter even tappen, denk ik. Nou, bakkie hang weer, hè, Johan. Ja, top, Erik. Dat heb je heel snel gefixt, ja. Moet ik zeggen. MacGyver, hè? Ik zit wel een beetje weer te kijken. dat mag gezegd worden. Ja, toch? Bakkie hang weer. Ja, nou, pijpje er even op. 5 minuutjes, op. Hartstikke ja, even de afvoer erop. Ja, even. Hè? Want je hebt hier al een zwanenhals, hè? Je hebt niet meer nodig eigenlijk. We hebben alleen een haakse bocht nodig. Haakse bocht. En die had jij boven in de plastic zak, toch? Ja. Pak ik hem. Dan gaan we weer. Ja. Oh, Erik, wat ben je nou aan het doen dan? Die pijp even aanpassen. Joh. Oh, die pijp aanpassen. Oké. Okay. Ik ben aan het pijp aanpassen. Pijp aanpassen. Klaar is er. Klaar. Ja, maar ik heb hem maar één kant afgezaagd. Moet die andere kant ook? Nou, nee, dat zou ik even niet doen. Nee, deze, als het goed is, gaat deze nu in die pipe. Zo. Ja, maar dan moet je. Hij is wel een beetje scheef. Ja, dat weet ik niet. Ja, dan moeten we even kijken of dat past. Moet. Ja, can you, maybe you can film, Ralf. Je lijm erop. Ralf? Ja, Mr. Operator at the very moment. Het hoeft niet gelijmd te worden. Dit moet je wel lijmen, toch? Dat wel. Dan moet je even kijken naar de hoogte of zo. Ja, ik dacht dat jij dat net had gedaan, Erik. Nee, de hoogte niet. Ja, oké. Okay. Alleen de lengte. Ik denk dat hij dan een stukje. Hij moet wel een stukje omlaag lopen. Maar dat doet hij eigenlijk al, denk ik. Ja. En waar het zo opzet is, goed. Ja. Nou, dan doe je niet de bloem. Hier heb ik een beetje lijn. En even deze klem erop. Erik? Ja. Oh. Hier erop. Goed, hè? Ja. En niet verder, toch? Nee, maar hij moet er even uit. Is hij er weer uit? Ja. Oh. Ja, dat is ook goed. Wat wil je dan?
Ook een lijn erop. Dat het is gewoon, ja, daarop, ja. Ja. It's a nice lovely layer of glue. Lekker veel. Ah, lekker, ja. Lovely. Lekker, lovely. Lekker smeren, Ralf. Ja, yes. Doe maar een beetje denken aan smeerkees. Of niet? Ja. Mag je er daar weer in doen, Johan? Ja, oké, lekker hoor. Dat vind ik toch altijd wel bijzonder om te doen. Ja? Ja. Hij is nu wel iets lager, zie ik dat niet. Ja, maar dat lijkt wel. Ja, dat moet ook, hè. Hij zit nog niet vast, hè. We hebben een rag. Yes. Een lappie? Want het lijm dat... Hè? Dat voelt er eigenlijk op mooi. Ja, dat is goed, hè? Ja, maar ik wil het even een beetje schoonmaken, dat toch wat. Dat is natuurlijk ook goed. Je moet daar wel even klemmen op een of andere manier. Toch? Maar. Ja, moet ik even een beetje drogen, hè? Ja, dat komt. Dan blijven we vanaf. Ja. De machine, ja. Even een beetje. Hier. Beetje kit erop. Ja, ja, mooi. We mogen hier niet lassen. Doen we kitten. Goed eromheen en dan klaar. Ja, was wel klaar. Wel oorprotectie, hè? Zo, Erik. Het zit erop. Ja, het zit erin stoppen. Nee. Oh, dat is... Pas precies. Nou, mooi, hè? Helemaal dicht. Schroeven erin en klaar. Schroeven. Ja. Schroeven erin en klaar. En open laten of de plaatje ervoor? Nou, ik zou... Open laten. Ik zou wel het plaatje weghalen, joh. Ja, toch? Ja. Hier moet je wel wat meer. Je moet even de kit over de bout heen doen. Ja, dat wil ik wel doen, maar zou dat nog hebben daar? Ja, dat heeft wel nut. Even zo. Even gewoon flink over de moer heen, zeg maar. Oké. Nou, dat past. Nou, weer een mooi vloertje. Mooie wasbak. Nou, de railing er weer op. Johan de Hulk. Johan loopt wel groen aan, maar hij is dan niet aan. Kijk hoor. Om allebei tegelijk denk.
Wouter erin. Yes, Ralf, I'm finished. Oh, then we clean up the mess after you? Lekker stofzuigen. Yeah. Huh? Ralf ook bedankt. Huh? Thank you. En Ralf, what we saying then? Huh? Keep put your thumb up. Yeah. Like, subscribe. Yeah. And watch our YouTube channel. Yeah. Like, subscribe. Yes. And like, subscribe. Yeah. And watch all our videos 2 times. No, Johan. Nou, het beste. De groeten. De groeten. Voorzichtig aan. Ja. Ik ga weer naar Dordt. Het is weer gefixt hier. Ja, oh, alles ziet er weer netjes uit. Ja. Nee? Oh, we hebben nog niet getest op lekkage. Nee, maar we moeten eerst even drogen. Johan, de groeten. Ja, de groeten. Doei, doei. Groeten aan, de groeten aan die aan. Ja, doe ik. Doei. Dag hoor. Hoi. Hoi. Nou. Klusje weer geklaard. Op naar Dordt. Met de tuut. De tuut van Diana. Nou, ik ben drijf nat. Nou, vond je deze video leuk? Geef een duimpje, abonneer. En tot de volgende. Doei!